Zij moet hem nog een beetje laten groeien. Ik zeg een beetje pokon erbij, dan wordt het een stuk beter. Breda nu. Welkom weer bij de nieuwe Straatvraag. Dit is weer de eerste van het seizoen. En ik sta vandaag in het centrum van Breda om de mensen te vragen wat ze van onze knap en koning vinden. En dan voornamelijk van het nieuwe baardje. Wat vind je ervan? Vernieuwend, maar hij ziet er wel wat ouder uit. Een beetje net zoals Dave. Ja, een beetje net zoals Dave. Ik vind het best wel classy. Lekker ruig, hij ziet er soort uit als een Hollandse Conor McGregor of zo. Ik ben geen fan. Niet? Geen fan? En waarom niet dan? Ik hou sowieso niet van baardjes, dat ligt misschien aan mij. Echt? Moet ik afhalen? Ja, graag. Oké, wel een beetje onverzorgd duidelijk. Voor de duidelijk, nee. Ik weet wel mijn pogingen niet werken. Beetje onverzorgd voor de koning, maar ik vind het wel prima eruit zien. Ik vind het hem wel aardig staan. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ja? Moet hij er nog iets aan veranderen? Nee. Nou, iets voller mag hij nog wel. Maakt wel. Maakt het persoonlijk hip, gewoon een alledaagse man. Ik vind het wel bij hem passen. Ja, nee, ik vind eigenlijk niks. Maar ik hou niet zo van baardjes, dus nee. Gewoon een beetje mannelijker, wat stoerder. En volwassen achter. Is er al een beetje volwassen achter? Nou, staat me een beetje. Ja, staat me. Ja, nee, ik kan beter opknappen een beetje. Nou, vind ik hem hartstikke goed staan. En wat maakt nou dat het zo mooi staat bij de koning dan? Ik vind dat het hem een modernere look geeft. Een modernere koning zo? Ja, zeker. Prachtig. Wat vind je? Jij vindt het praatje prachtig en jij? Ja, ik vind hem ook prachtig. Ja. Moet hij nog iets aan veranderen? Ja, hij heeft een goede kleur, net als mijn zoon. Ja, mooi. Nee, ik vind het goed dat hij een baard heeft, maar ja, hoe kan dat ook anders? Ja. Maar ik vind wel dat hij niet een voorbeeldbaard heeft, want hij heeft niet echt een volgroeide baardgroei. Zij moet hem nog een beetje laten groeien. Ik zeg een beetje pokon erbij, dan wordt het een stuk beter. En dan moet hij dan ook nog bij een barber langs? Of? Dat zou zeker, kijk, dat kun je zien. Hè? Even laten zien. Ja, kijk, hier zit natuurlijk geen naadje, hier ook nog niet. Dus ja, een barber zou wonderen doen. Straalt hij nog autoriteit uit zo met dat baardje? Absoluut, veel meer als vroeger. Ja? Maakt hem ook niet te oud? Nee, ik vind het precies goed. Hij moet eigenlijk een grote kroon op. Op het baardje of op de koning? Op de koning. Oh, oké. En een groot zwaard natuurlijk, dat hoort er ook bij. Dat was hem weer voor deze straatvraag. Al met al vond iedereen dat de koning gewoon een prachtig baardje had, dat hij hem gewoon moest laten staan. Sommigen vonden dat hij wat moet bijwerken, maar bijna geen antwoorden dat hij hem gewoon moest afscheren. Dus ik zal hem lekker laten staan, koning. Wat vindt u ervan? Man van weinig woorden, ik zie het. Dat was hem voor deze keer.